Goedemorgen Vlaanderen. Misschien een ander beetje. Ik heb daarnet langs Heerstappen gefietst. Dat is de kleinste gemeente van Vlaanderen en dat telt maar 100 inwoners. En nu fiets ik richting het uiterst oosten van Vlaanderen. En daar straks misschien meer over. Nu eerst over deze plas. Voor de rest is het genieten van het uitzicht en de rust. Amai, prachtige beesten, jongen. Oh. Dat klopt toch dat we hier op de hoogste punt van Vlaanderen zitten, hè? Ja. Ja, we zitten hier op de grens. Hè. Links is Holland en rechts België. En het heeft ook een geschiedenis, hè, deze pad. Hè. Dan heb je de neutrale weg of zoiets. Dat weet je niet. Ja, ja. Ik ben er geraakt. Het uiterst oosten van Vlaanderen. Het uiterst oosten van Vlaanderen ligt in Remersdaal. Dat is een deelgemeente van Voeren. Dat wordt ook de Voerstreek genoemd. En hier ligt ook ineens het hoogste punt van Vlaanderen op 587,5 meter hoog. Dus we zitten hier in het uiterst oosten van Vlaanderen en ook het hoogste punt van Vlaanderen. Misschien kan Tom Waas hier ook een paaltje komen plaatsen. Maar wat deze Vlaamse gemeente ook heel speciaal maakt, is dat het een enclave is in Wallonië. De gemeente grenst aan Nederland en aan Wallonië en geen enkel grens heeft met Vlaanderen of Limburg. En trouwens, dit is Nederland. Rechts van mij is België. En ik fiets hier recht op de grenslijn. Het is wel een prachtige streek. Mooi om te fietsen en te wandelen. Goedenavond iedereen. Goedenavond. Zoals jullie zien, ik ben terechtgekomen bij mooie mensen. Het was mijn zevende fietsdag. En ik ben terechtgekomen bij deze drie mooie mensen. Wil jij je voorstellen? Wie ben jij? Mia van Heijbloem. Mia. Van Heijbloem. Van Heijbloem. En jij bent? Ik ben de dochter, zoals u kunt zien. Ik werk bij de post. Staat je goed trouwens. Ja. En ik ben Peter. Peter, ik ben de man van Anis. Voilà. En de schoonzoon van Mia. Ja, eerst en vooral hartelijk dank voor jullie ontvangst. En ik zou graag aan jou willen vragen, Mia, waarom heb je me een slaapplaats gegeven? Ja, ik kan niet hebben dat een mens... Ik kan niet hebben dat een mens buiten lang in de kou moet staan en als het donker wordt, moeten ze binnen, veilig binnen zitten. Heel dus, mooi. Dat en dat is eigenlijk de reden. Je zag me buiten staan, je denkt het wordt donker, dus ik moet hem in huis nemen. En je wacht helemaal nat.
Fijn, dankjewel. Is dat de eerste keer dat je iemand in huis hebt genomen? Ja, broers en zoiets wel. Maar geen vreemde mensen? Nee, nee. De eerste keer? Ja. Jullie ook niet? Nee. Je hebt zo'n meester nog niet meer aangemeld eigenlijk. Ja. Nee. Primeur. Yes. Ja. De eerste keer dat je die vraag krijgt. Dus, ja, fijn. En je zag er maar goed uit, eerlijk uit. Hè? En dat deed ook. En ook knap. Oh ja, jawel. Dat mag eens afwerken. Knapper als mij. Fijn. Heerlijk. Wens jullie iets aan toe te voegen? Prima. U bent fijn gezelschap, moet ik zeggen. Ja. Dank je wel. Mooie uitdaging, moet ik zeggen. Ja. Mooie kennismaking, hè. Ja. En ik hoop dat je een mooie kerst krijgt ook, hè. Ik vier geen kerst. Nee? Nee. Ik vier geen kerst. Ja. Misschien en toch krijg je een mooie kerst. Mooi. Mijn zevende slaapplaats, mijn zevende fietsdag. Terecht gekomen bij 7 heel mooie gezinnen. En morgen is mijn laatste fietsdag trouwens. Ja. Ik fiets terug naar huis. Ja. En ik hoop dat ik daar binnen mag. Oh. Ik heb al 7 keer al 7 keer bij vreemde mensen geslapen. Dus, je nog bij je eigen dus ik zal aanbellen morgen. Ja. En als je niet is, kom ik wel terug. Goed, dank jullie wel. Groetjes. Dag allemaal.